Alweer een hoogtepunt voor de Meilandjes. Erika en Martien mochten vandaag hun eigen bloem dopen met een wel heel toepasselijke naam. Tom ging bij ze langs. Hierbij dopen wij de Hortensia coderosee. Ja, dit is toch wel een hoogtepunt, Erika? Ja, ik vind het echt fantastisch. Wat is die mooi. Moet je kijken wat dit soort, een hoop bloemen. Zoveel bloemen. Ik heb nog nooit een soort hortensia gezien met zoveel knoppen. Mogen we met jullie heel even de tuin zien, alsjeblieft? Het is één grote zandsvlakte nog. Het moet nog helemaal opgehoogd worden met hele goede grond. Hoe gaat het eigenlijk met het pension? Want er was allemaal gedoe met de gemeente natuurlijk. Ja, nee, het gaat hartstikke goed. We zijn volop bezig. We zijn eigenlijk bijna klaar om het woongedeelte van Melissa, die bij ons werkt in de middag, die de bedden afhaalt. Die gaat hier wonen, die wordt beheerdster. Maar als Melissa hier gaat wonen, betekent dat jij niet meer hoeft te slapen? Nee, dan hoef ik hier niet meer te slapen. Dus dan ga ik weer lekker naar mijn eigen huis, naar mijn eigen bed. En wordt hij nog hard geplust? Ja, de achterkant die moest natuurlijk nog helemaal afgemaakt worden. Dit doet de kamer van Melissa. Nou ja, je ziet het. De kozijnen staan al in de hoogglans. Het is al strak. Nieuwe vloer, verven. Montana, was dit de kamer waar Martini die heeft geslapen? Ja, je kijkt dat bedje. Dit is het. Oh, zijn jas ligt er al. Ja. Ik laat jou lekker door met klussen, want de Meilandjes zijn altijd aan het klussen, hè? Wij zijn altijd bezig. Ja. Doei. Ja hoor, aan het klussen met hun eigen bloem. En nou, Frits, hoor ik gewoon dat jij ook je eigen bloem hebt. Dat klopt, ja. Je hebt roos, toch? Een tulp. Nee, een tulp. Dat was in, ik geloof 2015, was het ondernemersgala in Den Haag. Voor het goede doel, Save the Children. En er was een veiling en daar werd een tulp geveild. En Frits Wester en ik, wij waren daar allebei, dus wij zaten... oh, leuk, we gaan een tulp kopen. Toen hadden we dat gewonnen, dus wij naar voren. En toen zei ze van, nou ja, en hoe gaan jullie hem noemen? Maar wij hadden helemaal niet van tevoren bedacht dat wij een tulp gingen kopen. Nee. dus dat werd al heel snel. Nou, Frits. Ja, die tulp heet dus Frits. En toen kregen we een tulpenbolletje mee. Dat is ook eigenlijk het enige wat ik me daar echt nog van kan herinneren. Behalve dan dat een jaar later, toen was de eerste lading tulpen die was er. Dus die hebben we toen aangeboden aan de vrouw van de toenmalige burgemeester, Joost van Aartsen, aan Henriette van Aartsen. Dus we hebben samen een tulp. En de redactie die belde Frits Wester vanmiddag nog even op van... want welke kleuren zijn het dan? Om eerlijk te zeggen, wist ik dat niet meer. En toen zei hij wit en roze. Dus het roze is van Frits. Verrost is voor jou. En bloeien ze nog ergens? Heden ten dagen? Bolle velden vol. Overal. Heb je een tulp, dan weet je het niet. We gaan binnenkort... Als jij er nou eens langs rijdt, dat is hartstikke leuk. Ja, ik ben de route. En de ballen van Dries en de ballen van Frits heb je tegenwoordig. Ja? Oké, we gaan door. Ja, precies. Want je hebt nog meer. En je hebt de... Je hebt de vlinder van Maarten van Rossem. Want sommige mensen hebben dan een bloem naar zich vernoemd. Maar Maarten die heeft de Lamboula van Rossumie. Dat is een zwarte vlinder... die, net als Maarten zelf, vooral 's nachts actief is. Hij kreeg hem nadat hij in De Slimste Man had verteld... over zijn voorliefde voor natuurhistorische musea. Dus dat kan ook nog. En kijk, step op, jongens.